Door de nieuwe update in Brawl Stars heeft iedereen natuurlijk Blink gekregen. De een wat meer dan de ander en dat is niet omdat je dan meer geluk moest hebben of zo. Nee, je sterpunten die je in de loop van de tijd had verzameld, die werden omgezet in Blink. En ik had redelijk wat sterpunten, dus op dit moment heb ik 36.418 Blink. Dat is heel veel, ja, dat is echt bizar veel. En in de vorige video dat ik die Blink had geclaimd, had ik aan jullie gevraagd wat ik moest doen met die Blink. En dit waren een beetje de comments onder die video. Skins zijn veel beter dan pins en sprays. Hier nog eentje van GameHank, die zei dit. Skins kopen die je nog niet hebt, Bowsarby. En ik vind dat inderdaad een goed idee. Ik vind persoonlijk skins inderdaad ook vetter dan sprays en pins. Dus ik vind het een goed idee om alle skins te kopen die ik kan kopen met de Blink die ik op dit moment heb. En volgens mij kan ik dan alle skins kopen? Weet ik niet 100% zeker, maar volgens mij gaat dat lukken. Er is in de tussentijd zijn er wel weer een paar skins bijgekomen. Op dit moment mis ik 2 zeldzame skins. Ik mis 4 super zeldzame skins. En ik mis 5 epische skins. Oké, dat is dus vrij veel om eerlijk te zijn. Dus in de tussentijd dat ik eventjes niet heb gespeeld, zijn er dus weer skins bijgekomen. Maar in deze video ga ik kijken of ik ze allemaal kan kopen. Hoe nice zou dat zijn als dat gaat lukken. Maar ja, daar gaan we dus deze video achterkomen. Maar voordat we alle skins gaan kopen met mijn Blink die ik heb, doe natuurlijk dat duimpje omhoog. 1000 likes zou vet zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht je zelf ook een mooie skin kopen of een aanbieding of iets anders in Brawl Stars of Clash of Clans of Clash Royale, gebruik dan natuurlijk de code Bowser. Support je mij een klein beetje mee. Maar laten we maar beginnen. En dan gaan we eerst gewoon even beginnen met de skins die ik kan kopen voor Blink. Want ik kan bijvoorbeeld Detective Gray kan ik kopen. Oh, dan moet ik eerst die andere Detective Gray kopen. Oké, dit is dan weer een vervolgversie. Dit is dan weer een, ja, een kleurversie daarvan. Oké, dus dan moet ik eerst de andere versie kopen. Maar ik wou even Tech Macy laten zien, want Macy heb ik ondertussen al vrijgespeeld. Maar deze kan ik op dit moment niet kopen voor Blink. Dat kan pas over 14 dagen. Want op het moment dat er een nieuwe skin uitkomt, dan zit er een timer op voordat je hem kan kopen met Blink. Dus deze kan ik alleen kopen met edelstenen. Maar ik zal eerst even die Gray skin kopen. Als het goed is, moet die hier ook ergens staan. En als ik die heb gekocht, dan kan ik die andere versie van Gray kopen. We hebben hier ook deze M-skin. Maar ook hier zien jullie dat ik die alleen kan krijgen met edelstenen. Kunnen we eventueel wel doen, want ik heb nog wat edelstenen. Hier, Luipaard Max kan ik wel gewoon kopen meteen. Dat is ook een nieuwe skin, maar ze hebben elk seizoen 1 skin die meteen online komt. En die je meteen kan kopen met Blink. En dit keer is dat Luipaard Max. Dat is wel echt een vette skin hoor. En daar vervolgens kan je deze Panther Max als update kopen. Maar ik wil eerst even die Gray skin kopen. Ik weet alleen niet precies waar die staat. Of staat die hier ergens bovenaan? Ja, ik moet er even naar opzoeken. Ik heb zoveel skins hier staan jongen. Dus ik moet even opzoeken naar de goede. Oh, hier is die. Ja, deze gaan we kopen. De eerste skin die ik nu ga kopen voor Blink. Ja, dit is mijn allereerste Blink skin ooit. Hoe nice is dat? Detective Gray. En dat betekent dat we dus nu ook die andere versie van Detective Gray kunnen kopen. We krijgen er ook een reactie bij, dus dat is ook mooi. Maar dat betekent dat we deze ook kunnen kopen. Dus dan hebben we nu de beide skins voor Gray gekocht. Dus dat zijn weer al 2 skins erbij. Ja, ik ben heel benieuwd of het inderdaad gaat lukken om alle skins te fixen in deze video. Maar laten we eens even kijken naar Gray. Even kijken hoe die skin eruit ziet. Nou, eigenlijk weet ik wel hoe die eruit ziet. Maar op dit moment had Gray nog niet heel veel skins. Ja, je hebt de gewone Gray. En dan had je deze voortvluchtige Gray. Is niet de meest vette skin. Dus ik ben blij dat we nu deze 2 erbij hebben gekregen. Ik vind vooral deze film noir. Vind ik er eigenlijk vetter uitzien dan deze. Dit is denk ik wel mijn favoriete. Je kan ook voor 10.000 coins kan je een Gray skin kopen. Namelijk zilveren Gray. Gaan we niet doen. Want op dit moment heb ik niet zo heel veel coins. Maar mooi dat we in ieder geval deze skin erbij hebben. Dus dan hebben we de meeste skin voor Gray. Hebben we. We missen alleen nog een paar reacties. Maar die ga ik op dit moment niet kopen. Nee. Zoals de comments al zeiden. Jullie vonden ook dat skins vetter waren dan reacties. Dus we gaan het nu houden bij skins. Tenzij ik natuurlijk Blink overgehouden. Maar we moeten nog in totaal 3 skins hier zien te vinden. Dus we moeten even gaan kijken welke dat zijn. Deze M-skin natuurlijk. Die kan ik nog kopen. Maar die moet ik dus voor edelstenen kopen. Oh ja, Luipaard Max en Panther Max. Die kan ik allebei kopen. Laten we maar beginnen met Luipaard Max. En ik vind dit wel echt een hele vette skin hoe deze eruit ziet. Ja, ik vind deze echt bruut, jongen. En dat betekent ook dat we die andere skin kunnen vrijspelen van Max. Alleen die kost ook gewoon 2750 Blink volgens mij. Dus dan heb je gewoon dezelfde skin. Alleen dan vervolgens moet je dan evenveel Blink
ding ervoor betalen. Gewoon puur voor een ander kleurtje. Maar daar kan je wel mee flexen. Want iedereen weet, of de beetje bronzenspelers weten, dat je daarmee gewoon... oh nee, ik wil niet oefenen. Dat je daarvoor gewoon ook dezelfde hoeveelheid bling moet betalen. Oh, dat is helemaal niet het geval. Oké, maar deze kan je pas weer over 14 dagen kopen. No, ik vind die timer echt irritant. Oké, ja, ik heb dus nog wat edelstenen, dus het zou kunnen dat we alsnog alle skins kunnen gaan kopen. Maar ja, we gaan eerst even kopen met Blink wat ik kan kopen met Blink. Dus op dit moment zijn alle super zeldzame skins gekocht. Want ja, ik kan alle skins die er nu nog staan alleen maar kopen met edelstenen. Dus dat is weer een beetje balen. Maar we hebben nog wel een paar apeste skins die we kunnen kopen. Ik zal trouwens eerst even bij Max die skin selecteren. Kijk, ik heb al redelijk wat skins voor Max. Ja, ik vind Connie Max en Hermes Max zijn ook super nice. Maar Luipaard Max ziet er ook zeker weten goed uit. Ja, mooie skin. Sowieso. Ja, die Panther Max is eigenlijk misschien nog wel vetter in het zwart. Maar ja, maakt nu niet uit. We gaan door. Want we hebben nog wat te gaan. We kunnen dus hier nog wat epische skins kopen. En hier heb ik er sowieso nog een aantal die ik kan halen. Laten we beginnen met Crash Test Daryl. Ik vind het niet eens de allervetste skin. Maar hé, we hebben Blink en ik ga het gewoon opmaken. Weet je, ik heb niks voor niks al die jaren Blink gespaard om nu gewoon al die skins te kunnen kopen. Dus dat is wel echt vet toch. Krachtdivisie skin is dit. Oké, dus die hadden we eventueel kunnen krijgen ook voor sterpunten. Maar ja, nu hebben we hem gekocht voor Blink. Met de reactie erbij, dus ik vind het mooi. Dan gaan we ook even kijken naar de skins die ik op dit moment heb voor Daryl. Want dat zijn er een hele hoop. Ja, mascotte Daryl. We hebben megadoos Daryl, omegadoos Daryl. Die zijn gratis allebei. Was die mascotte Daryl, was die ook gratis? Of heb je deze wel moeten kopen? Nou, ik weet eigenlijk niet of deze gratis was of niet. Nou, hoe dan ook. We hebben nu in ieder geval Crash Test Daryl erbij. Ik vind het op zich wel een leuke skin. Hij ziet er wel nice uit. Dus ik ben er blij mee. Maar we gaan door naar de volgende. Want we hebben nog best wel wat bling over. We gaan eens kijken of we inderdaad alles kunnen opmaken. We hebben nog 4 skins die we hier kunnen kopen. En ik heb nog 24.000 bling. Dus dat moet kunnen. Tenzij we natuurlijk weer een timer erop hebben zitten. Jungle Koningin Macy, die kunnen we in de Brawl Pass vrijspelen. Dus die kunnen we op dit moment niet kopen met Blink. Dan moeten we eerst de Brawl Pass voltooien. Dan hebben we nog wel hier Kitsune Lola of zo. Ja, die kunnen we wel kopen. Dus dat gaan we wel even doen. Dan hebben we weer 5000 Blink uitgegeven. Maar dan hebben we wel weer een nieuwe skin erbij. Oké, dit is wel echt heel nice. En dit is wel de vetste skin die ik tot nu toe heb gekocht in deze video, vind ik persoonlijk. Ja, deze Lola skin ziet er gewoon nice uit. En dat is een deze verzameling. Ik heb die andere ook al. Oh, die Dynamite, die moet ik ook nog kopen. Ja, die ga ik ook meteen kopen. Weer 5000 Blink. Voor 5000 Blink ben je echt gewoon normaal... Weet ik wel, 3-4 maanden aan het sparen. Ik geef het nu uit alsof het niks is. Maar om dit allemaal terug te verdienen, wat ik nu heb uitgegeven, ben je gewoon 1-2 jaar mee bezig. Dus dat is echt bizar om te beseffen. En ik geef het nu gewoon bad allemaal uit in één video. Maar we gaan even die van Dynamite natuurlijk testen en die van Lola. Nou ja, testen. Ik wil hem gewoon eventjes laten zien. Ik vind deze trouwens van Lola ook heel vet eruit zien hoor. Die ziet er ook erg nice uit. Maar deze ziet er ook mooi uit. Dus ik vind het zeker weten nice. Op dit moment heb ik van de 29 items heb ik er 25 voor Lola. Ik moet alleen de gouden skin nog. En ik moet hier nog profielpicture en de 2 sprays. Dan heb ik alles voor Lola. Ja, dat is toch best wel lijp om eerlijk te zijn. Maar ja, we gaan door. Oh nee, die van Dynamite. Dynamite hadden we ook nog, dus die moeten we ook eens even selecteren. Dynamite heeft al heel veel vette skins. Bijvoorbeeld, ik vind RoboMike vind ik een hele vette. Ik vind deze ook nice. Piccolo Mike. Deze Schimmel Mike ziet er trouwens ook bruut uit. Ja, Dynamite heeft ze zoveel. Maar hier Tango Mike, die hebben we nu dus ook vrijgespeeld. Is wel nice. Vooral die enorme bus op zijn rug met zo'n gezichtje ziet er toch wel erg grappig uit, om eerlijk te zijn. Ja, ik vind hem nice. Maar, als het goed is, kunnen we nog meer kopen. Dan gaan we even kijken. Want we hebben nu nog 1 skin die we kunnen halen. We hebben dus die ene Brawl Pass skin, die kunnen we niet halen. Jungle Koningin Macy. Maar als het goed is, kunnen we nog ergens wel eentje erbij halen. Dus ik moet er even naar op zoek. Tussen de 121 staat nog 1 skin die ik nog kan kopen. Zwerfkatbol, dat was hem. Ik was hem alweer een beetje vergeten. Maar dat was een skin die ik nog kan kopen. Dus die gaan we dan ook halen. Dan heb ik op dit moment onder de 10.000 bling heb ik op dit moment. Ja, ik had er net gewoon 36.000 of zo. Ik heb nu onder de 10.000.
2000. Ja, ik had gezegd dat ik alles zou uitgeven. Dan doe ik dat natuurlijk ook. Dan gaan we eventjes kijken naar Bull. Welke skins ik allemaal heb voor Bull. Maar dat zijn er ook bizar veel. Je hebt sowieso voor alle skins die al heel lang uit zijn, heb je echt vet veel skins. Maar Viking Bull is eigenlijk nice. Touchdown Bull en Linebreaker Bull. Nou, dat zijn grappige skins. Je hebt Barbaren Koningin of Koning Bull. Die is ook nice. Die was volgens mij een keertje gratis. Clash verhalen. Volgens mij hebben we die een keer gratis gekregen. Weet ik niet helemaal meer zeker. Doe niet willekeurig. Hier, Ruimtestierboel. Die was een keertje in de Brawl Pass in de eerste. Was heel vet. Deze was ook volgens mij in de Brawl Pass. Of nee, Ruimtestier niet. Maar deze was in de Brawl Pass. Dat was het. Lil Bull. We hebben Bull Meng. En nu hebben we ook Zwerfkat Bull. Dus toch bruut, jongen. En ook bij Bull mis ik een paar items. Hier heb ik wel de beide sprays. Ik mis alleen hier een paar reacties. En ik mis de... Oh nee, de gouden en zilveren skin heb ik ook. Ik mis alleen wat reacties voor Bull. Voor de rest heb ik alles. Ja, dat is toch ziek, jongen. Wat een aanbieding heb ik nu gekocht. Maar volgens mij hebben we nu alles gekocht wat ik kan kopen. Ja, behalve dan de skins die ik nog kan kopen voor edelstenen. Maar daar heb ik op dit moment net te weinig edelstenen voor. En ik vind het eigenlijk zonde om daar op dit moment mijn edelstenen voor uit te geven. Aangezien ik genoeg bling heb om het gewoon te kopen met bling. Maar ja... Dat kan op dit moment niet. Daarvoor hebben we 14 dagen dus geduld nodig. Nou, ik weet het goed gemaakt. Voor nu laat ik het er even bij. Want ik kan nu wel bling uitgeven aan allemaal dingen die ik niet nodig heb. Of die ik eigenlijk niet wil kopen. Zoals net ook al een van de comments zei. Skins zijn beter dan pins en sprays. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje mee eens. Want ik kan wel bijvoorbeeld reacties kopen. Maar ik heb van elke knokker heb ik al genoeg reacties. Heb ik niet nodig. Ik kan spelerspictogrammen kopen. Ik heb er meer dan genoeg. Dus daar heb ik er ook niet echt van nodig. Hetzelfde met sprays. En nu denken jullie, nou jongen. Je hebt toch ook genoeg skins. Ja, dat is eigenlijk ook het geval. Dat is ook onzin. Maar als ik dan toch mijn blink moet uitgeven, zou ik toch liever gaan voor skins dan voor sprays, reacties of spelerspictogrammen. Dus ik laat het er even bij. Ik hoop dat binnenkort dat er wat nieuwe skins online komen die ik dan wel kan kopen met blink. En anders moet ik gewoon even wachten totdat deze skins ook te koop zijn met blink. Ja, dus daar hebben we nog even geduld voor nodig. Maar voor nu laat ik het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.